hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Deze kleine vent die krijgt momenteel zijn flesje. En Jordi heeft al zijn fruitje op. En die staat nou in de box. Die moet ik dadelijk hierna eventjes gauw zijn luier doen. Maar wat is dit? Ik ben vanochtend, zoals jullie zagen, heel eventjes snel naar de winkel geweest. En ja, dat dus. Even gauw eten voor vandaag gehaald. Ik heb nog steeds hier de waaier aan staan. Ik ben blij als het wat koeler is. Ik heb zelfs nou snoepjes gekocht. Om die druivensuiker om mijn energie op peil te kunnen houden. Want nou, in ieder geval, ik ga heel eventjes verder met deze kleine vent. En daarnaast alweer tijd voor Jordi om een boterhammetje te eten en dat soort dingen. Dus gaan we doen. Jordi ligt nu op bed. Ik ga toch proberen of dat hij nog wil slapen. Want hij was zo chagrijnig. Echt zo chagrijnig. Het is echt niet gezond. Goed. Liam die ligt lekker te slapen in de box. Daarom praat ik ook zachtjes. Dus we gaan weer afwachten hoe dat de middag loopt. Jordi slaapt inmiddels. Thank God. Dus die heeft lekker vanmiddag dadelijk geslapen. Een stuk vrolijker waarschijnlijk. En Liam die heeft ook geslapen. Die is net wakker. En die had behoefte aan een flesje. Dus dan krijg je dat, hè. Lekker ding. Maar ja, flesje even erin werken. En zorgen dat ik even lekker kroeg met mijn windje. Nou, hij heeft toch even geslapen hoor. En nou is hij wakker. Ben je wakker? Hey. Hallo. Je was mama aan het roepen. Hey, hallo. Je was mama aan het roepen. Hallo. Hallo. Kiek. Ja, het is warm, hè? Zal mama je uit bed halen? Mama je uit bed halen? Je broertje is ook wakker. Ja, hij is wakker. Kom, gaan we gewoon naar beneden. Lekker wat drinken. Je zal wat dorst hebben, hè? Ja. Nou, papa zit lekker met de kindjes in bad. Jordi is een beetje chagrijnig. Hij vindt het wel leuk, maar hij moet wel moppen. Ja, het is moppertijd, is het niet? Oh, en Liam vindt het helemaal geweldig. Die heeft de tijd van zijn leven. Hij steekt zelfs zijn middelvinger in zijn mond. We gaan draaien. Liam, dit moet je niet drinken, viesrek. Wat is er, Jordi? Is dit het probleem? Marina? Zijn arm zat vast. Kun je weer lachen? Kun je weer lachen? Ik geef hem mee de boel in de gaten houden en dan daal ik er weer uit. Een hele goede morgen. Jordi is net wakker. Liam die slaapt nog. Die ga ik zo wakker maken. Jordi heeft gisteravond de boel hier op stelte gezet. Dat is gewoon echt niet normaal. Het is echt schreeuwen geweest. Dan had hij weer een tand door de lip, want hij had zijn hoofd gestoten tegen zijn bed aan. Dan had hij weer
zijn kop gestoten. Echt. Niels en ik hadden echt gisteravond zoiets van, oh nee, geslapen. En hij was zo moe, dus het werd van kwaad tot erger. Maar nu lijkt het, hij is net zelf wakker geworden. Het lijkt op dat het wel oké is. Maar hij heeft wel een klein beetje een dikke lip. Dus ik had gisteravond had ik gelijk koud drinken gegeven, en, maar dat wou hij allemaal niet. En het was schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen. En uiteindelijk wel drinken ingedaan. En hij bleef maar schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen. En ik kon gewoon verder als dat hij zijn hoofd gestoten had. Zijn tandje door de lip had, omdat hier echt een wondje zit. Ik denk, ja. Ik denk, weet je wat, ik geef hem paracetamol. Want hij krijgt vloeibare paracetamol. Dus ik heb hem nog een flesje gegeven met paracetamol erin. En hij is uiteindelijk daarna in slaap gevallen en hij heeft de hele nacht doorgeslapen. Dus ja. Maar we hebben echt gisteravond tot 11 uur, met hem opgezeten en van alles gedaan. En gekeken van, kunnen we je rustig krijgen? Toen hadden we hem rustig, gaf hij mij een kopstoot. Had ik zelf hier... Mijn tand geschraafd. Oh, echt. Nou ja. In ieder geval, dat was gisteren. Vandaag is weer een nieuwe dag. Dus ja, daarom had ik gisteravond ook niks meer gevlogd of gedaan. Want het was niet te doen met hem. Maar ja, in ieder geval, nu heeft hij lekker zijn flesje. En doet hij lekker eventjes zijn medicijntjes mee opdrinken. En dan heeft hij straks om 10 uur fysio, dus dat, ja, dat doen we. Ik zit net naar zijn wangetje te kijken, maar hij heeft zichzelf al gisteravond heel hard gebutst door aan zijn bed. Want het is, hier is het gewoon blauw. Garen. Hey. Leuk stukje. Kijk maar hier zo. Hier is het gewoon blauw. Hé? Eh? Ah ja, daar krijg je ervan als je agressief wordt en boos bent en je hoofd butst tegen alles wat je butsen kan. Maar ja, dat krijg je met een kind die in die zin, ja, als hij kwaad wordt, dubbel zo kwaad wordt. Maar ja, nou is hij in ieder geval weer wat vrolijker. Hé jongen? Het is wel echt zo, een kind met Down, als hij kwaad is, dan is hij kwaad. En dan moet je uitkijken. Want ja. En normaal doet hij dat helemaal niet. Hij wordt helemaal niet zo kwaad. Maar gisteren werd hij echt kwaad. Nou, ik had dat ook bij zijn lipje gekeken. Die is ook iets of wat dikker. Maar het is wel... Ja, het ziet er beter uit als gisteravond in ieder geval. Deze knappe vent is inmiddels ook al wakker. En die heb ik al een flesje gegeven. Hè? Ja. Mijn ventje. Ik heb er nog eentje. Maar dit is ook mijn ventje. Hè? Knappe vent. Terug van fysio, al eventjes, maar ik had eventjes twee kindjes die ik moest verzorgen. Nu krijgt Jordi zijn flesje en dan gaan we even kijken of dat hij gaat slapen. Ja. Dus, ik ben eventjes naar de winkel geweest en alles, heb ik even boodschappen gehaald. Liam die ligt lekker te spelen in zijn wipstoel en Jordi ga ik nu eventjes lekker drinken. Nou, hè? Liam die krijgt nu de fles. Niels is inmiddels alweer thuis geweest en die heeft Jordi eten gegeven. Hij is nu voor ons frietjes halen, want ik heb geen puff om te koken. Dus morgen mag ik koken. Nee jongen, morgen doen we koken. Ja. Hij zit me hier echt zo aan te kijken van, jij spoort niet. Nee, dat klopt. Er is hier geen trein, dus ik kan ook niet sporen, hè. Nee.
In ieder geval, wij gaan zo dadelijk dus eten. En Liam die is nu lekker zijn flesje aan het drinken. Zodat papa en mama dadelijk lekker even rustig kunnen eten. Ja! Papa en mama gaan dadelijk rustig eten. Dat ben jij. Ja. En Jordi die zit nu juf Roos te kijken. Dus ik ga eventjes verder zorgen dat hij gaat verder drinken. Je gaat geen tandarts spelen, hè? Dan moeten we volgende week heen. Ja. Hé. Wel een beetje in, hè? Wat doe jij nou? Wat wil je die hebben? Kwijlen dat hij doet. Heb je zo'n dorst? Half uurtje. Heb je dan al je dorst? Dit is waarschijnlijk wel de saaiste vlog ooit. Ja? Ja. We hebben niet veel gefilmd. Maar wat wil je met dit weer? De jongen had veel te warm. Ja, en we hebben continu eigenlijk gezever en gezeik gehad met Jordi onder andere. Joef die zit weer te piepen omdat ze straf heeft. Want ze zat met de bijt in mijn kuiten. Nou, wij gaan deze ups en dan afsluiten. En lekker naar bed. Yes, eerst douchen. Even opfrissen. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Welterusten. Slaap lekker.